Dank u wel, voorzitter. De minister van VWS heeft besloten een eenmalige gentherapie voor de behandeling van een zeldzame stofwisselingsziekte, MLD, niet te vergoeden. Het gaat om 5 patiëntjes in 3 jaar tijd en ze zullen daardoor vermoedelijk komen te overlijden. En ik zou daarom graag een debat willen aanvragen, voorzitter, omdat dit soort behandelingen in het buitenland eerst worden vergoed, Frankrijk, Duitsland, België, en er pas daarna gestreden wordt over de prijs, voorzitter. Dank u wel. Kijk even naar mevrouw Den Haan, die staat al. Ja. Of iemand anders. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Steun. Mevrouw Den Haan. Geen steun, voorzitter. We hebben net de commissiedebat geneesmiddelenbeleid gehad. Mevrouw Thiele. VVD. Geen steun. Mevrouw Paulusma, D66. Geen steun, voorzitter. De heer Bisschop, SGP. Voorzitter, dit lijkt me typisch een onderwerp in een commissiedebat te bespreken. Dus geen steun voor een plenair debat. Mevrouw Van den Berg, CDA. Geen steun, voorzitter. En mevrouw Daarna weer? Ja, ik was even vergeten dat het ook namens DENK is. Kijk, geen probleem. Geen steun. Ja, en mevrouw Van der Graaf, en dat was de heer Dassen. Ja. Geen steun om dezelfde reden als mevrouw Den Haan. Er is net een debat over het geneesmiddelenbeleid geweest. De heer Van Ispen, SP. Wij denken dat het sneller in een commissiedebat besproken kan worden. Geen meerderheid voor uw verzoek, mevrouw Agema. Ja. Maar het argument, het debat is al geweest. Ja, precies. En daar is dit punt dus niet aan de orde geweest. Want het is een besluit van vorige week. En daarnaast staat er ook nog geen debat gepland, voorzitter. Ja. Dus dat zijn weer allemaal argumenten. Zeg gewoon dat je niet steunt en dat je deze kinderen dood wil laten gaan. Nou, in plaats van met zulke stomme smoesjes te komen. Mevrouw Agema. Ja, maar dat is toch wel de consequentie, voorzitter. Uw tweede verzoek. Gaat u verder. Waar het is hard, voorzitter. Voorzitter, dan als het gaat om het voorgenomen besluit van de minister van VWS tot concentratie van de kinderhartinterventies. Daar heeft hij een definitief besluit van gemaakt, voorzitter. En het lijkt me toch dat wij hier in de Kamer over gaan. Dus ik zou daarom een debat willen voorstellen, voorzitter, nog voor het zomerreces. Heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Veel dank, voorzitter. Dit is wat ons betreft een onbegrijpelijk besluit. De beroepsvereniging zelf heeft gezegd dat het enige argument wat de minister heeft, de volumenormen niet kloppen. Dus van harte steun. Heer Bisschop, SGP. Steun voor dit voorstel. Mevrouw Den Haan, fractie Den Haan. Van harte steun, ook namens DENK. Mevrouw Paulusma, D66. Geen steun, voorzitter. We hebben uitgebreid debat gevoerd en ik ben blij dat er een besluit genomen is. Mevrouw Van den Berg, CDA. Voorzitter, we hebben hier 10 keer over gesproken. Er is een besluit genomen. That's it. De heer Dassen. Steun voor het verzoek. Mevrouw Thiele, VVD. Geen steun. De heer Everheim, Groep van Haga. Steun. En mevrouw Kreuger. Steun voor GroenLinks. De heer Bisschop, PvdA. Uitgebreid over gesproken, voorzitter. En ik ben bang dat er geen andere uitkomst gaat komen, maar steun dan ook namens de PvdA. Mevrouw Pauverwij, ja 21. Steun voor het debat. Is geen meerderheid voor verzoek. Ja, voorzitter, echt nou breekt mijn klomp. Tijdens het debat werd ons voorgehouden dat het een voorgenomen besluit was en nog geen definitief besluit. En dat we het definitieve besluit moesten afwachten voordat we een debat konden voeren. En nu sta ik hier, want nu is er een definitief besluit. En nu wordt er gezegd, ja, maar er is al een debat geweest. Het is echt de gekte voorbij, voorzitter. Ik zou zeggen, het zegt dat 30 leden debat maar op de lijst. Dank u wel. Omdat er nog een overgangsperiode komt van 2,5 jaar. En misschien kunnen we dan ergens over 1,5 jaar een keer met elkaar in debat. Het is echt bespottelijk, voorzitter. Ik zet hem op de lijst, mevrouw Agema. En dan de heer Markensauer van de PVV. Ja, mevrouw de voorzitter. Kijk, het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht dit jaar een record in het aantal asielzoekers. In het hoogste scenario komen er zelfs 76.000 asielzoekers bij in Nederland, asielprofiteurs. En die cijfers zijn wel langer bekend, maar het ministerie, het kabinet, weigert iets aan die asielinstroom te doen. En er moet echt een asielstop komen en daarom graag een debat. Dank u wel. De heer Peters, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik kreeg kritiek dat ik dat de vorige week niet zo aardig had gedaan richting de heer Markensauer, maar ik steun niet. En ook het volgende verzoek steun ik niet. Heer Kousoe van DENK. Ja, voorzitter, deze week heeft meneer Peters namens ons gesproken en ook mede namens mevrouw Den Haan. Geen steun, ook niet voor de volgende. En heer Bisschop, SGP. Het lijkt me prima om dit bij het eerstvolgende commissiedebat over dit thema aan de orde te stellen. En dat geldt ook voor het volgende verzoek. Mevrouw Pot. Geen steun voor beide verzoeken, voorzitter. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Steun voor beide verzoeken. En de heer Dassen, Volt. Geen steun voor beide verzoeken. Mevrouw Van der Graaf, ChristenUnie. Geen steun, geldt voor beide. Geen steun, kan een commissiedebat. Dank u wel, de heer Van Nispen. Geen steun voor beide verzoeken, kan allebei een commissiedebat en ook dat zijn volwaardige debatten. En mevrouw Kreuger. Geen steun.
Er is geen meerderheid voor uw verzoek. En een aantal collega's hebben gelijk uw tweede verzoek meegenomen. Maar ik geef u wel de kans om het tweede verzoek even afzonderlijk te doen. Ja, dat verzoek ging erom, waar dus de Kamer niet over wil debatteren. Dat we zien dat eigenlijk minderjarige vreemdelingen vooruitgestuurd worden door hun familie. Omdat ze weten dat de kans op gezinshereniging dan vooral in Nederland heel groot is. Het is eigenlijk dus een verdienmodel waar Nederland met die gekke regelgeving aan meewerkt. Ja. En ook daar zou ik graag een debat over willen voeren, maar daar was dus geen steun voor. Dus het zal allemaal wel door blijven gaan, die asielinstroom. Dank u wel, meneer Marcus.